Ja, dus doe je heel niks divers. Met lage klassen, maar ja. Ja. Patrick, jij bent gedragsbioloog. Beaam jij dat, wat Wiert zegt? Nou ja, er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er wel een paar positieve elementen te benoemen zijn. Dus als je heel veel uren, en dat is natuurlijk wel een kenmerk van het gamen, mensen besteden daar heel veel tijd aan. En als je dat doet, dan kan het zijn dat je bepaalde vaardigheden gaat ontwikkelen die uiteindelijk een positieve impact kunnen hebben, ook in een latere leven. Ja, ik had het hier, Engels, communicatie, sociale vaardigheden, wat nog meer? Nou ja, sociale vaardigheden, daar is wel wat discussie over. Maar het is wel dat je ook wel ziet dat probleemoplossend vermogen, daar is wat discussie nog over. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld strategisch denken en vooral ook kunnen wisselen tussen strategieën. Mm-hmm. Ja, dat is wel echt iets waar men ziet dat dat groeit als je het heel veel speelt. Maar jij maakt al net die bewegingen. Maar kunnen multitasken, kijken, hier met je handen iets doen, geluid, communiceren. Nou ja, multitasken is blijkbaar een van de belangrijke vaardigheden die we vandaag de dag nodig hebben. Ja. En ja, dat neemt wel toe door dit spel te spelen of een aantal van deze spellen te spelen. En dat het gewelddadig is, maakt niet veel uit voor de vaardigheden? Ja. Nou, daar zit wel een addertje onder het gras. Want wat dat gewelddadige doet, het roept adrenaline op. En die adrenaline, jij noemde net al, hè, hij wordt warm, hij wordt een beetje oververhit. Dat komt door adrenaline. Dus wat adrenaline doet, is ook werkelijk je blikveld vergroten. Je zintuigen worden opengesteld. Dus dat helpt ook wel om die vaardigheden te vergroten. Of het uiteindelijk een negatieve impact heeft, daar is heel veel discussie over als het gaat over die kwaadaardige, over dat agressieve. Ja, weet je, ik weet niet of het vergelijkbaar is, maar wij speelden vroeger ook kooibordje en politieagent. Mm. En we schoten ook met neppistolen op alles wat rondliep. Vandaag de dag loopt er natuurlijk in zo'n game iets anders. Maar blijkbaar is dat iets waar volgens mij de meeste van ons geen negatieve littekens aan meedragen en ook niet gewelddadig daardoor. Ja, maar dit is wel erg wat anders dit dan politieagentje spelen. Dus eigenlijk komt het erop neer. En dat is best een goed om even te weten. Want ik vond het best ingewikkeld dat mijn kinderen allemaal mensen liepen neer te maaien in de kelder. Maar blijkbaar is het dus een succes. Maaien ze maar neer allemaal. Ik dacht eigenlijk precies hetzelfde wat jij nu zegt. Maar wat ik ook nog dacht is, we hebben te maken met eigenlijk een hele grote pandemie, namelijk bewegingsarmoede. Ja. Ja. Want we praten hier steeds over, ja, maar je kan er ook wat van leren, hartstikke leuk. Maar weegt dat op tegen de nadelen, zoals bewegingsarmoede, zoals problemen met je ogen, misschien met je concentratie? Nou, concentratie denk ik juist niet. Hè? Want dat is een van de dingen die wel positief eruit komen. Want je moet je zelfs kunnen concentreren. En juist ook wel in een hele complexe omgeving. Maar natuurlijk zitten er ook wel een aantal negatieve kanten aan. En wat we ons ook moeten realiseren is dat dit soort spellen, die worden ook ontwikkeld met een verslavingsfactor. Yes. Hè? Want men wil dat je het blijft spelen. Dus wat je ook ziet gebeuren is dat als je succes behaalt, of als er iets positiefs gebeurt, mm-hmm, of je komt ergens iets hoger in de ranking te staan, dan krijg je een soort dopamine-stoot. Nou, dopamine is eigenlijk een positieve stof, maar met een hele negatieve impact. En een negatieve impact is namelijk de verslaving. Ja. Dus ik denk dat zeker zullen er ook negatieve kenmerken aan zitten, maar dan hangt het ook wel weer ervan af dat we weten dat niet iedereen is verslavingsgevoelig. Ja, maar wel heel veel grappig mensen. Is, want mijn oma zei dus vroeger hetzelfde tegen mijn moeder, maar dan ging het over boeken. Ja. Ja. Want het is maar verslavend en je zit maar de hele dag te lezen. Mm-hmm. En ja, ze beschrijven het zo op dat je weer die bladzijde om wil slaan en verder wil lezen. Dit echt waar? Ja, dat werd vroeger gezegd. Nou ja, bij ons thuis zijn ze ook jongen, je verleest je hele verstand. Ja. Maar jij houdt het toch gewoon bij ganzenborden? Ja, ik ben in ganzenbord blijven steken. Ja. Maar ik heb wel ooit een bordspel gemaakt. Nog niet zo heel lang geleden ook. Het grote taalspel. Maar dat lijkt op ganzenbord. Ja, leuk. Nou ja, over bordspellen. Overigens de eerste echt grootschalig onderzoek naar ontwikkeling van een brein en vaardigheidsontwikkeling. Er is een onderzoek uit 1965 en dat gaat over schaakspelers. Mm-hmm. En schaakspelers hebben niet altijd een groter brein of zijn veel slimmer. Maar in de ontwikkeling van beginnen met schaakspelen tot uiteindelijk echt professional worden, train je je brein om het zo optimaal mogelijk voor de opgave te gebruiken. En dat trainen heeft ook wel positieve impact in allerlei andere omgevingen waar je eigenlijk dezelfde vaardigheden gebruikt. Dus waar het vooral om gaat, heel veel uren spelen. En dat is wel een belangrijk element ervan. Dit ontwikkel je niet door af en toe eens een uurtje te spelen. Mm-hmm. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich ook continu wel een klein beetje. Dus schaken is hetzelfde eigenlijk dan jonge kinderen zoveel mogelijk mensen neer laten knallen.
Voor het brein wel. Schaken is ook oorlog. Ja. Maar het is toch een ja. schaakmat. Een ongelooflijke discussie. We hebben nou net met elkaar... Ja, mijn benen niet begrijpt. Nou ja, wat wel ik snap hem. Ja, maar jij bent een slimme jongen. Dankjewel, Patrick, voor jouw toelichting. Zometeen. Word je ook gek van die mensen die elke keer maar Engelse woorden in hun zinnen gebruiken? En welke woorden zijn dat dan? Denk daar maar eens even over na. Tot na de commercial.